Het eiland goeree overvlaké wordt één gemeente. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken besloten. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij ondanks de tegenwerking van de gemeente Goede Reden toch een herindeling wil. Volgens Donner is die noodzakelijk en kan het makkelijk, omdat het eiland een geografische eenheid is. Per 1 januari 2013 zal de herindeling een feit moeten zijn. Alle dieren van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp zijn te adopteren. Van rotseenhoorntjes tot gorillas en olifanten, alle dieren komen in aanmerking. De gemeente Rotterdam besloot onlangs om de jaarlijkse subsidie aan Blijdorp af te bouwen. Een adoptieplan moet de dierentuin overeind houden. In Rotterdam zullen zo'n 60 daklozen binnenkort weer 's nachts gaan zwerven op straat. De nachtopvang bij de Waalhaven wordt namelijk gesloten vanwege bezuinigingen door de gemeente Rotterdam. Dat gebeurt op 31 augustus. Voor de daklozen met een Nederlands paspoort wordt een alternatief gezocht. Voor ongeveer 60 daklozen zonder Nederlands identiteitsbewijs is geen plaats. Dinsdag begint bewolkt, af en toe valt er wat regen. Maar in de loop van de middag volgt er ook wel wat opklaringen. Blijft het vrijwel overal droog? Het is wat warmer dan de afgelopen tijd: 20 graden.